De eerste bekende overlevering in Al-Kafi van de profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hij zei, als jullie de twijfelaars en de innovatoren binnen de religie zien, ga dan openlijk hen beledigen. De volgende overlevering, luister goed. Imam al-Baqir en imam al-Sadiq alayhum assalam, die zeiden, Fir'aun en Haman zijn twee mannen van de tirannen van Quraysh. Allah zal hen tot leven brengen tijdens de opstand van de Mahdi alayhi salam in het einde der tijden, zodat hij hen kan bestraffen voor hetgeen wat zij hebben gedaan. Imam al-Baqir en imam al-Sadiq alayhi salam, zij zeggen dat Abu Bakr en Omar als Fir'aun en Haman zijn. Dit is een belediging. Een tweede overlevering is dat imam Ali alayhi salam op de minbar, op de preekstoel, zit voor de mensen en hij zegt dat Abu Bakr net als Haman en Fir'aun zijn. Dit is ook een belediging. Een derde overlevering. Een van de metgezellen van imam al-Kadhim alayhi salam. Hij schreef een brief. Kijk, het zijn verschillende manieren die de Ahlul Bayt alayhum assalam hebben gebruikt. Eén keer was het via een metgezel. Eén keer was het op een preekstoel. Nu gaat het via een brief. Een van de metgezellen van imam al-Kadhim alayhi salam, hij schreef. Ik vroeg hem over zijn toestand en over vele andere zaken. Het antwoord kwam na een maand nog niet. Vervolgens antwoordde hij mij waarin hij het volgende zei. En je vroeg over twee mannen, Abu Bakr en Omar, die de rijkdom van een man, imam Ali, hadden beroofd. Dat hij uitgaf aan de armen, de behoeftigen, de reizigers en de omwille van Allah. Toen zij dat van hem afnamen, waren zij niet tevreden, totdat zij hem dwongen om het op zijn rijtuig naar hun huis te brengen. Toen zij het beheer ervan overnamen, hebben zij beiden toen ongeloof bereikt. Ik zweer op mijzelf. Zij waren daarvoor al hypocrieten. En zij verworpen de woorden van Allah. En bespotten de profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kijk, dit gaat allemaal over Abu Bakr en Omar. Zij zijn ongelovigen. Mogen de vloek van Allah, de engelen en de gehele mensheid op hen rusten. Wallah, kijk, de imam zweert. Wallah. Er heeft niets van geloof in een van hun harten getreden. Vanaf het moment dat zij uit hun situatie kwamen. En ze vermeerderen slechts in twijfel. Ze waren bedriegers. Kijk, Abu Bakr en Omar. Ze waren bedriegers. En hypocrieten. Tot hun dood. Waarna de engelen van bestraffing hun gebracht hebben naar de plaats van vernedering in het eeuwige tehuis, dus het hiernamaals. Kijk hoe imam al-Kadhim alayhi salam Abu Bakr en Omar beledigt. Volgende overlevering. Een van de metgezellen van imam al-Sadiq alayhi salam. Hij zei, o mijn meester, ik wil u vragen over iets. De imam alayhi salam was aan het liggen en ging vervolgens rechtop zitten. En hij drukte een kussen op zijn borst. Daarna zei hij, vraag maar. De metgezel zei, ik wil u vragen over die twee personen, dus over Abu Bakr en Omar. De imam alayhi salam zei, er is geen druppel bloed dat in de islam vloeit. Geen eigendom dat illegaal verkregen wordt. Geen overspel dat begaan wordt. Behalve dat het op hun nekken terechtkomt. Kijk hoe de imam alayhi salam die twee beledigt. Tot aan de dag der opstanding, waarop onze Mahdi zal opkomen. En wij, de Beni Hashim gemeenschap, bevelen de ouderen en jongeren van ons om hen te beledigen en afstand van hen te nemen. Dus de imam alayhi salam roept de ouderen en de jongeren op om Abu Bakr en Omar te beledigen. De volgende overlevering. Imam al-Baqir alayhi salam zei, Abu Bakr en zijn volgelingen zijn als de farao en zijn volgelingen. En de volgelingen van Ali zijn als de volgelingen van Musa, alayhi salam.
heel duidelijk. Imam al-Baqir alayhis salam vergelijkt Abu Bakr met Fir'aun. Volgende overlever. Imam Ja'far al-Sadiq alayhis salam. O Allah. Kijk, dit is een smeekbede. O Allah, vervloek de twee die uw zegeningen veranderen, uw boek tegengingen, uw tekens ontkenden, uw boodschapper beschuldigen. Kijk wat de imam vervolgens zegt. Vul hun graven en magen met vuur en bereid een pijnlijke straf voor hen voor. Verzamel die twee en hun aanhangers en volgelingen, dus de soenieten, blind in het helle vuur. Verzamel die twee en hun aanhangers en de volgelingen op de dag des oordeels op hun gezicht, blind, stom en doof. Hun verblijfplaats is het helle vuur en telkens wanneer het verzwakt, zullen we het erger verbranden. Kijk hoe imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam Abu Bakr en Omar en hun volgelingen benoemd. Zijn dit geen beledigingen? Een eerlijke vraag naar de kijkers thuis. Zijn dit geen beledigingen van onze imams, alayhum assalam, tegenover Abu Bakr en Omar? Het merendeel van onze overleveringen over die twee bestaan uit beledigingen. Bestaan uit het ontmaskeren van die twee. Een belediging is niet negatief. Stel je voor, iemand rijdt door rood. Dan zeg je, die persoon is een overtreder. Dat is iets normaals. Ook al vindt die persoon dat een belediging, dat is een bevestiging. Het is iets wat heeft plaatsgevonden. Iemand rijdt door rood. Deze mensen hebben terrorisme veroorzaakt. Welk verstand accepteert het om deze twee nog te respecteren?